Een hele goede avond. Welkom bij deze Bitcoin en Ethereum update, en in dit geval weer van 25 mei. Waar kijken we naar? Wat kunnen we zien? Wat zijn de levels? Wat voor patronen kunnen we ontdekken? Gaan we van de vier lager of gaan we van de vier omhoog? Dit bespreek ik allemaal in deze video. Natuurlijk is deze video niet bedoeld als financieel advies, maar enkel bedoeld voor educatieve doeleinden. En natuurlijk om je even een stukje opheldering te geven. Nou, laten we niet langer wachten. Laten we gelijk springen naar de charts. Daar gaan we. En dan kunnen we een aantal dingen zien. En ik ga beginnen met een schone chart. En de laatste keer dat we hadden gesproken. Um, de premium members had gesproken. In dit geval maandag. Um, want maandag doe ik altijd hè, een, 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 een Video voor de premium members met een weekoverzicht waar we naar kunnen kijken, etc. Et nou, toen gaven we al aan: oké, okay, dit is een mooie tijdelijke bodem. We hebben hier uh, uh, de bullish divergentie op de 4 uur en we hebben hier ook de divergentie op de 4 uur. We hadden trouwens voor het laatst gesproken bij Bitcoin Magazine, bedenk ik me net, dat was zaterdag uh, publiek, publiekelijk, je weet wat ik bedoel. En toen gaf ik inderdaad bij die, bij die 40.000 bijna aan dat er nog eentje lager konden. En ja, het is gewoon gebeurd. Uh, toen gingen we dus vanaf uh, 40.000, kregen we een drop van 31.188. Maar ook in ons kanaal hadden we dus de bodem gekald. En dat is natuurlijk een super positief signaal, uh, dat wij de bodem hadden gekald. En toen gaf ik al aan, oké, okay, we kunnen dus wellicht kijken naar deze inverse header shoulders. Waar we naar kijken. Even een kleine, kleine, kleine recap waar we dus naar keken, hè? Um, oudere chart. Nou, hier gaven we aan. We kunnen nog eentje lager. En, waar ben jij? Waar ben jij? Waar ben jij? Hier gaven we hem aan. Toen we dus die bodem hadden gekald. toen zag ik dus ook verdere stijging naar die 38.800. Zag ik, um, ja, dat verwachtte ik eigenlijk. Um, om daarna een inverse head shoulders te maken, waar we dus nu mee bezig zijn. Dus eigenlijk gaat alles nog steeds volgens plan. Eerlijk is eerlijk, we zijn wel ietsje hoger uitgekomen. Want ik keek naar die 38.800, naar deze gele lijn, oh. en we zijn zelfs tot de 39.700 gekomen, iets hoger dan verwacht. Um, dus als wij eventjes kijken naar de linkerschouder vanaf de neklijn, um, zou die ook vanaf de neklijn, vanaf de bovenkant tot hier komen. En dan zou de rechterschouder zou in principe zou kunnen zakken tot 34.800. Dus dan wat ik doe, is dat ik de linkerschouder pak en die stop ik ook op de rechterschouder. Dit zou een, een legit uh, ja, rechterschouder kunnen zijn dat ze even lang zijn, om zo maar te zeggen. En dan hebben we te maken met een uh, ja, schuine neklijn op deze manier. Goed, nou wil ik eventjes wat inzoomen en een aantal dingen ophelderen, en die gaat weg. En wat we nog meer gaan doen is dat we echt, ja, waar ik je op wil attenderen, dat we deze groene box niet mogen verliezen. Niet. En ik kijk ook het liefst naar een retest van deze downtrendlijn. Het was een hevige weerstand hier. En nu he, opnieuw deze downtrendlijn testen door middel van de rechter schouder vormen is voor mij iets waar ik zeker naar kijk. Nou gaan we nog meer inzoomen. 30 minuten tijdframe. Wat kunnen we waarnemen? Nou, ook doordat we, en dat vind ik een hele interessante, dit gedeelte is best hoog gekomen. En waar ik vanochtend naar keek, daar ben ik open en transparant in, is dat ik hier een A zag, hier een B, en dit een 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan had je 1, 2, 3, 4, 5. 3 zelfs lager. Zo, dat was. Oh, dat was is was is het plan. Maar omdat we nu zo hoog zijn gekomen, ben ik even goed gaan kijken. Wat zal het kunnen zijn? Nou, dan zou dit bijvoorbeeld een A B kunnen zijn en dan is dit ze 1 2 3 4 5 bears case. Dus al met al omdat de situatie wat veranderd is omdat we hier zo hoog zijn gekomen, is dit voor mij de A, dit is de B en dit is de C. En dan heb je hier ABC, dan heb je een flat. Dus, dit is mijn beertelling waar ik nu naar kijk. En deze targets kunnen we nu al bepalen. Stel je voor dus een wave 1, dan kijk ik in ieder geval naar een wave 3. Tot en met 33.833. Als we praten over een normale wave 3. Kijk, als we het te maken hebben met een ending diagonal... Dan zal het een ander verhaal zijn, maar voor nu zou dit de setup kunnen zijn. Um, dan hebben we keurig die retest van deze trendlijn. Alleen waar ik me dan zorgen om maak, is om deze groene supportbox. Die is diep, heel diep. Dus voor de beurstelling is dit wel gevaarlijk. Oké, okay, dit is de beurstelling en die is geldig zolang, de goed onthouden, zolang wij. Onder 39.200 zitten, kijk ik hiernaar. Dit is mijn main plan, mijn hoofdplan. Dus zolang we onder die 39.200 zijn, is dit het plan. Nou wil ik een boel plan maken. En dat is dit. Dat we al de inverse en de shoulders hebben. En dan heb je, ja, op het moment dat je die 39.200 breekt, deze. Die laatste high. Kunnen we een bullish telling in gang zetten. En die bullish telling is behoorlijk. Uh, dat zou betekenen dat je hier de rechter schouder vormt. En daarna zelfs een uitbraak gaat krijgen. Nou, al met al, waar ik naar kijk, is in ieder geval eerst de 42.000 als zware weerstand. Maar omdat we een schuine neklijn hebben, komt die target komt ook hoog te liggen. En die komt precies, precies bij de belangrijkste key level... Die die aan het printen is, is er 47.000. Want macro gezien is 47.000 tot 48.000 een level die gebroken moet worden. En dat betekent als 47.000 tot 48.000 gebroken wordt, dan zou je kunnen zeggen dat er echt wel een tijdelijke bodem in is. Maar zolang Bitcoin onder die 47.000 tot 48.000 is, ben ik heel Heel, heel huiverig. En kijk ik eigenlijk meer naar een bigger picture plan die op deze manier gaat uitspelen. Zo. Dus dan heb je een push naar die 45.000, 46.000, 47.000 als W4. Dan die laatste push naar beneden als W5 richting die 28.000 of misschien 25.000. Dan vervolgens zul jij tussen de 4 en de 5, tussen... Deze zone zal je een bullish divergentie printen op het dagelijks tijdframe. En dat zal de bigger bounce geven um, ja, naar hogere targets. En dan kijk je gewoon rustig weer naar de 50.000 plus minus misschien zelfs 55.000. En dan kijk je een beetje naar het plan van dit. Dus zolang Bitcoin onder de 47.000 is, is dit het hoofdplan waar ik naar kijk. Dat wil dus ook zeggen, als we dus nu officieel in een W4 zitten... Dat ik dit dus zie als een ABC. Nou, en dat we vanaf hier rustig weer een mooie impuls naar beneden. Of omhoog gaan krijgen. Sorry. Naar uh, ja, 43.000 tot 45.000. Ongeveer. Dat is het ook een mooie beweging om te pakken. En dat zou voor mij ook een wat mooiere Inverse Resolver zijn dan, dan deze. Vind ik niet zo mooi, ik ben niet overtuigd. en De reden waarom ik eigenlijk ook nog meer down kijk, is als we hem op het vierde tijdframe zetten. En ik zoom het je even, ik gebeur er Bib Ik zoom eventjes in. Dan uh, wat wij hier doen is dat je hier een 4 uur lower hype hebt gemaakt. Dat is een feit. Dus toch, 4 uur wil naar beneden, komt naar beneden. Maar je hebt hier ook een bearish, hidden bearish divergentie. Hè? Dus je maakt hier, maak je duidelijk een higher hype, high, terwijl je op de prijs een lower hype maakt. En dit is niet alleen op de 4 uur, dit is ook op de 6 uur. Ook bevestigd op de 6 uur. En hoe is dit op de 12 uur? Dit is ook op de 12 uur. Nog niet bevestigd, dat zal vannacht bevestigd worden. Dus al met al is er wel gevaar op de loer. En omdat we hem op de 12 uur hebben, ben ik wel een beetje bang. Bang, heel bang. En dat is eigenlijk wanneer Bitcoin toch zijn 33.000 verliest: dat het zomaar nog eentje lager kan zijn. En de reden waarom ik dat nog meer zeg, is om de structuur die wij hier hebben. Ja, het is misschien een beetje kleurplaat, een beetje chaos. Maar om de structuur die wij hier hebben. Het zou namelijk dan zomaar nog eentje lager kunnen gaan. Voordat je echt een beetje een bodem hebt. Dus al met al. Al verliezen wij toch de groene box. Uh, max 33.000. Zien we daar een sluiting onder op uh, 2 uur, 4 uur, nog mooier. Dan vrees ik het ergste. En dan kunnen we eigenlijk 28.000 opzoeken. En dan zullen we, nou ja, eigenlijk kan je het ook zien dat we dan gewoon letterlijk door die downtrendlijn klappen. Dat is eigenlijk al een signaal dat het foute boel is. We moeten er wel rekening mee houden. Mijn plan voor nu is dat ik daar gewoon een bounce-op zie. En is ben, zeker. Alleen we moeten altijd ook rekening mee houden met wat als. Dus als hij er doorheen klapt, dan is de 28.000 waar ik naar kijk. Nou goed, ik wil de video dan ook niet langer maken dan dat is. Um, nog een kleine korte samenvatting waar ik, waar ik dus naar kijk, is dat we in ieder geval verder kunnen zakken naar uh, ja, 34.000, 34.500. Ligt eraan of we te maken hebben met een ending, ding ik of niet. En als we dus 39.200 omhoog weten te breken. Het kan heel gek gaan. Ik heb hele rare structuren ook hier gezien. Als we die breken, is het bullish kunnen we de 43.000 tot 45.000 gaan opzoeken. Maar tot die tijd dat we deze low, of deze low, die, die high niet breken... en lagere toppen maken, kijk ik wel meer naar beneden. Dus, al met al, conclusie van het verhaal. Ik kijk meer naar beneden, totdat we 39.200 breken. Als dat gebeurt, is het bullish kunnen we een flinke break omhoog gaan krijgen. Tot die tijd, bearish, um, ja, zie ik wel uh, 34.500 tot... Uh, 34.000 rond. Misschien zelfs lager zie ik gebeuren. Alleen, we mogen echt niet de groene box verliezen. De groene box zal ik ook. En deze grafiek zal ik ook delen in ons premium kanaal weer. Mocht je dat nu ook leuk en interessant vinden. Hieronder in de comments staat hij. Uh, hoe je kan aanmelden, gaat via Patreon. En dan zorg ik ervoor dat jij een Discord. Linkie krijgt. Nou, bij deze wil ik je een hele fijne avond wensen. Het beste voor het beste en uh, ja, laten we vooral contact houden. En dan zie ik je hopelijk morgen bij de livestream. Best voor het beste en hoi hoi.